Hoi tweelingen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnees. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Mocht je nog suggesties hebben, reacties, wil je wat zeggen? Je kunt me altijd even mailen: lartistic met een C 6924@gmail.com. En dan gaan we nu beginnen met sterrenbeeld tweelingen. Derde teken van de dierenriem wordt geregeerd door Mercurius. Mercurius, de planeet van de communicatie. We zullen even kijken hoe het met jullie communicatie staat, tweelingen. Ik hoop goed. Sterrenbeeld tweelingen, universum. Sterrenbeeld tweelingen. Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld tweelingen? Luchtteken tweelingen. Derde teken van de dierenriem. Sterrenbeeld tweelingen. Tweelingen op dit moment. November. De eerste kaart is de Self-Assured Businesswoman. 9 van Pentacles reversed. En dan de Ridder van Pentakels rechtop. De langzaamste ridder van het dek. Het paard staat bijna stil. Het duurt oneindig lang om deze ridder om op de plaats van bestemming te komen. Maar als hij daar komt, dan brengt hij ook iets van waarde. Dan hebben we de maan. De maan is over sterrenbeeld kreeft. De maan gaat over gevoelens, maar ook mysteries, verborgen feiten. Dan de koningin van zwaarden. Dat ben jij, tweelingen. Dit betekent iemand die op zijn troon zetelt. En het zwaard betekent beslissingen nemen, maar ook de waarheid spreken. Communicatie dus. Ja, de lovers omgekeerd, de geliefde is ook de kaart van de tweelingen. Dit ben jij zelf, tweelingen, maar dan omgekeerd. Er is nog geen beslissing genomen en je bent nog niet samen met je soulmate op dit moment. De kracht omgekeerd betekent misschien voel je je wat minder sterk. Maar de vier van Wands, happy ever after, home is where your heart is. Dit betekent de vier pijlers van een huis. Misschien heeft het met een huis te maken of met je thuis. Dit is vuurenergie, ram, boogschutter, leeuwenergie. En dan, de acht van staven. Communicatie over en weer, appjes, noem maar op. En de Queen of Cups. Queen of Cups is gevoelens, een big cup of love voor iemand hebben, maar het is unspoken love. Dus het betekent, aan wie ga ik deze cup of love geven? Het kan ook zijn dat iemand anders deze big cup of love voor jou heeft, maar er niet over praat. We zullen even kijken, tweelingen. Ja, wat ik al zei, jullie kaart lag omgekeerd. Wat ik denk is dat jij klaar bent met je eigen vraagtekens, klaar bent met de tijd die er overheen is gegaan en je niet lekker voelen, geen helderheid en duidelijkheid hebben, een beetje rondmodderen in je gevoelens en daar ben je klaar mee. Het heeft te lang geduurd, het heeft genoeg tijd gekost en ik denk dat je toe bent aan iets stabiels, maar ook aan duidelijkheid. Vandaar deze Queen of Swords. Queen of Swords, wat ik al zei. Die wil communicatie tot op het scherpst van de snede. Maar het kan ook zijn dat je te maken hebt met een Queen of Swords. Een waterman, tweeling of weegschaal-energie. En deze vrouw, dit is een vrouw. De Queen, je hebt ook de King of Swords, maar die zie ik hier niet. De Queen of Swords, zij zetelt op haar troon en zij zegt: ik wil geen bullshit. Dus de Queen of Swords communiceert heel effectief. Gooit de waarheid op tafel. Dit is wat het is. Dit is what you see is what you get, is dit. En de geliefde zegt mij dat er nog geen beslissing is genomen, nog geen communicatie heeft plaatsgevonden. Om deze loverskaart, je ziet er ook, aartsengel Gabriël, verbindt deze twee lovers. Maakt het gat wat hier zit kleiner. Brengt ze bij elkaar. Omgekeerd betekent dit afstand. Dus er is waarschijnlijk een afstand geweest tussen jou en een bepaalde twin flame energie is dit.
Maar er komt communicatie over geluk, over waar je thuis hoort. Appjes over en weer en misschien ook wel deze unspoken love cup. Maar dit is vooral liefde naar jezelf. Ik denk dat je klaar bent met in de moddergrond spitten, tweelingen. Dat je zegt, ja, ik heb zin, die onduidelijkheid wil ik niet meer. Ondanks dat er ook misschien veel verdriet is van het verleden. De echo van het verleden, zal ik maar zeggen. Ben je er klaar mee? Dus je gaat stappen. En je weet nu ook dat alleen maar afwachten en daarin rondzwemmen, dat minder goed voor je is dan echt zelf actie ondernemen. Hè? Dus als iets heel lang duurt en je blijft daar maar in voortroeren, in die soep, dan wordt het niet beter, maar slechter. Dus je kunt het beste gewoon stappen nemen. En dat ga je ook doen, zie ik. Je gaat efficiënt communiceren. Misschien ook wel over gevoelens. Want je snapt nu dat waar je thuis hoort, of bij wie je thuis hoort, dat niet is wat je gedacht had. Misschien is er ook wel een heel erg vervelende situatie geweest in het verleden. Maar die situatie heeft jou uiteindelijk naar een overwinning gebracht. Want je weet nu dat te lang wachten en te lang rondroeren in die modderpoel, dat het jou geen goed doet. Je hebt dus geleerd van je verleden, je hebt geleerd van je fouten. Je gaat dus echt veel meer vanuit je hart communiceren. En misschien ook wel wat gevoeliger onderwerpen aansnijden, omdat je weet dat het geen zin heeft om eeuwig in die soep te blijven roeren met jezelf. Dus jij hebt besloten om de koe bij de horens te vatten en actie te ondernemen. En actie brengt ook een reactie. Actie brengt misschien ook wel jou bij hetgeen wat je zo graag wil. Je weet nu dat geen actie leidt tot niks. En een reactie leidt tot iets. Dus tweeling, ik ben heel trots op jou, want je hebt eigenlijk een overwinning behaald op jezelf door in die actie te gaan zitten. Om het wachten, wat je weet, dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer eindeloos rondroeren in die soep en wachten wat me niks oplevert. Dus je hebt die switch gemaakt in jezelf van in actie naar actie. En dat heeft jou eigenlijk de overwinning bezorgd. Of je gaat het nog doen. Het kan zijn dat het nog even tijd nodig heeft, maar dat je op het punt staat om die actie te ondernemen. En ik zou zeggen, go for it. Want stilte is achteruitgang. Dat is wat je geleerd hebt. Stilte is achteruitgang. Dus verzamel je moed. Want ik zie dat er nog een klein beetje gebrek is aan zelfvertrouwen. Maar verzamel je moed om die actie te nemen, want het zal jou enorm bevrijden. En je zult ook merken dat een verslagenheid in het verleden niet de verslagenheid was die jij dacht. Het heeft je uiteindelijk naar een overwinning gebracht. Dus je hebt er heel veel van geleerd. En dat is de overwinning hier, dat je heel veel geleerd hebt van de acties of de inacties die jij hebt gedaan, tweelingen. Oké, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je er iets aan gehad. En tot volgende keer. Groetjes, doei.